Florent Van Oebel, je bent een vaste waarde in de aanvalslinie van de Red Lions. Dus je hebt waarschijnlijk al vaak tegen India mogen spelen. Maar vandaag is het een beetje specialer, denk ik. Voor een plaats in de finale van de World League. In India, tegen India en in een bomvol stadion. Wat verwacht je van de match? Ja, ik denk dat het een heel moeilijke match zal worden. Zoals je zegt, het is in India, tegen India. Dat zijn momenten waar je als hockeyer van de nationale ploeg over droomt. Dus ik denk dat het een hele leuke match zal worden, maar zeker niet gemakkelijk. Nee, en dus een van de spelers van de wedstrijd zal ook het publiek zijn waarschijnlijk. Een heel luidruchtig, fanatiek publiek. Welke rol speelt zo'n publiek in zo'n wedstrijd? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor India. Want die jongens die worden voortgestuurd door zo'n publiek. Die Indiërs die worden helemaal zot van wanneer een Indiër de bal heeft. Maar er is totaal geen gevaar, maar die worden gewoon zot. Dus en die jongens die leven daarvan, van hun publiek. Dus voor hen is het heel belangrijk. En wat gaat dat met jullie doen? Gaan jullie daar een beetje door verlamd worden? Of is dat net iets dat een boost geeft? Ja, ik denk dat het een boost geeft. We hebben er ook over gepraat tijdens onze meeting. Dat het zal gebeuren. Dat het publiek heel luidruchtig is. En dat wij daardoor bijna niet kunnen communiceren. Maar we zijn er klaar voor. En ik denk dat het gewoon, je moet ervan genieten. Dat zijn momenten waarvan je droomt als hockeyer. Van zo van die speciale momenten. Dus wij moeten er gewoon van genieten. Laatste vraagje. Als we de Indische pers en de journalisten mogen geloven, dan heeft België een team dat op zijn Indisch speelt. En dat is blijkbaar de reden waarom het Indische publiek zo graag de Red Lions aan het werk ziet. Wat betekent dat voor jou, een spel op zijn Indisch? Ja, ik ben er niet echt mee akkoord, want ik denk dat wij veel meer gecontroleerder spelen dan die Indiërs. Die Indiërs die, wanneer ze de bal krijgen, dan beginnen ze te lopen, dan worden ze een beetje zot. En ja, het publiek speelt daar een belangrijke rol in. Maar ik denk dat wij veel meer controle hebben over het spel. Ik denk dat de Indiërs ons graag hebben, want ja, we brengen offensief hockey. Het is gewoon leuk om te zien, want we proberen zoveel mogelijk goals te scoren. En ik denk dat daarover gaat het spelletje hockey. En dus die Indiërs die vinden de max. Ja, wat wij ook hebben gehoord is dat het ook te maken heeft met de technische skills. Dus, en daarom ga je wel akkoord als ik zeg dat Flo Van Oebel de meest Indische van de Belgische spelers is? Misschien met technical skills, maar ik ben niet de enige van de Belgische ploeg die deze skills heeft. Oké, Florent, dankjewel om te antwoorden. Heel veel succes voor de halve finale straks. Dankjewel.